Hallo, dit is weer een nieuwe week. We beginnen met warm worden. En dat is gewoon laag skippen. Dat ziet er zo uit. Dan ga je een beetje laag en dan blijf je diep zitten. Met je benen zo. En dan ga je omhoog. Dan maak je lang. Dat je je buikspieren voelt. En dan ga je weer naar beneden. En dan ga je weer omhoog. Voel je buikspieren. En weer naar beneden. Oké, benen losschudden. Dan zet je gewicht op je voorste been zo om en om. Je mag er gewoon tussen dribbelen, hè? Dat is helemaal niet verkeerd. Oké, been even naar buiten zetten en zo op deze manier, zo naar binnen, naar buiten. Oké, de volgende is deze. Je hebt een gestrekte been en de andere ook. En dan ga je even dit doen zo. Maar je veert bijna niet door en dan gaat één been hoger. Het is een moeilijke oefening. Kun je ook bijna stilstaan doen. Je hoeft bijna niet te springen zo. Even andere kant. Dus lange benen. Deze blijft doet bijna niks. Die ander. En dan oefen je de strekking van je heup hier. Goed. Benen losschudden. Even op je hakken. En je tenen wijzen omhoog. Oké, nu kun je een beetje wiegend, zo, naar voren en naar achter, maar niet te veel op je tenen. Gewoon, echt, je hielen komen maar een klein stukje van de grond, zo, naar voren en naar achteren. Oké, dan kun je hem wat sneller, dynamischer maken, dan is het dit. Maar weer niet heel erg hoog op je tenen. Oké, weer even omhoog met je voeten om je kuiten langer te maken. Benen losschudden. Nu doe je een klein sprongetje, maar het hoeft helemaal niet, dat is gewoon dit zo. Dus we hadden net deze oefening, hè, zo. En eigenlijk proberen we dat nu om te zetten in een beweging. En dan wordt het dit, hup. En strek hier zo, hup. Dan blijf je even staan zo, hup. Maak je lang. Voel het verschil. Hup. Oké, dan kun je hem versnellen. Dan wordt hij zo. Hoeft maar heel kort, hè? Maar je probeert die lengte erin te houden. Hier aanspannen. Oké, benen losschudden. De volgende oefening is kniebuigingen, waarmee je ook accent hebt op de strekking in je heup. En daar is het in het begin zeker handig om even je ergens te steunen. Ik doe dat bij deze pilaar en dat ziet er zo uit. Zo. Hoeft helemaal niet diep. Strek, het ziet er zo uit als ik het zo doe. Zo, hup, strek. En als je het heel goed afgaat, dan kun je gewoon alleen nog maar met een vinger af en toe corrigeren. En als je 12 keer dat doet, dan is dat genoeg. Dus zo, ander been. Hup, strek. Hou hem bij die pilaar. Let op dat je knie in één lijn blijft met je voet. Die mag niet naar binnen knikken. Dus er zijn best veel dingen waar je op kan concentreren. Hup. Hup. En dan, waar het om gaat is dit, hè, die strekking hier. Oké. Benen losschudden. Doe je armen in de lucht, zo. En doe je even dit, zo. Maak je lang. Armen tot aan je oren. Armen naar binnen, naar beneden. Even deze, zo. Armen heen en weer.
Schouders rollen. Nee, ik ga de wissel van richting. Nog eventjes zwemmen. En je kunt je rondje gaan lopen. Ik hoop je volgende week weer te zien. Tot dan.